Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en net ten noorden van Nederland zijn opklaringen. Die opklaringen breiden zich in de loop van de dag langzaam over het land uit, maar voorlopig houden de wolken nog de overhand. Uit de wolken valt vooral in het zuiden, midden en oosten wat lichte regen en motregen. De hoeveelheden zijn klein, maar het is miezerig, druilerig weer. Maar vanmiddag wordt het dus geleidelijk beter. Vanochtend schijnt op de Wadden al van tijd tot tijd de zon en vanmiddag breidt het iets betere weer zich verder over het westen en noorden van het land uit. Er kan nog een laatste spatje vallen en het wordt 11 à 12 graden. Ook vanavond nog een enkel spatje, dan vooral in het zuidoosten van het land. In de rest van het land komen er opklaringen. Temperaturen dalen langzaam, liggen rond 8 graden halverwege de avond. Morgen hebben we dan totaal ander weer. Het is veel minder grijs, de zon schijnt geregeld en de temperatuur die boekt winst. Plaatselijk kan het zelfs 13 graden worden. Het wordt een heerlijke zondag, maar aan zee waait wel een matige tot vrij krachtige wind. Maandag staat er niet al te veel wind. Temperaturen liggen rond 11 graden, maar vooral in het oosten kan er dan wat lichte regen vallen. Dinsdag en woensdag schijnt de zon geregeld en als het echt mee zit, loopt de temperatuur zelfs op naar 15 graden op woensdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.